Alle mensen, leuk dat u kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS Pudu Varmoor. Dit is niet Wim. Ik kan niet zeggen wie het wel is, want dat is natuurlijk geheim als je bij de DSI zit. En zoals jullie zien, ja logisch, aan de titel, aan alles waarschijnlijk al, met de DSI vandaag. En met deze te gekke outfit. Ik vind ze echt heel vet. Ze zijn gemaakt door Lucaatje. Zijn de link hiervan, of van hem zeg maar, Discord link, is te vinden in de beschrijving. En je zou deze uniformen ook kunnen krijgen tegen een bedrag. Ik weet het bedrag niet, ik heb ze gekregen. Dus nogmaals, shout out Lucaatje. En heb je interesse, kun je hem in ieder geval contacteren. Dat is gratis. Contacteren dan. Hey, en de auto, dat is een Audi Q7 gemaakt door Shairan, Rowan en Enno van ERS Modding. Dus ook dikke shout out naar hun. Bedankt dat ik deze auto mag gebruiken. En dat gaan we ook zeker doen. Vandaag dus met deze hier op pad, oftewel dienst speciale interventies. En ik heb daar allemaal geen verstand van. Ik weet alleen dat ze mooie wapens hebben, mooie uniformen. En dat ze heftige meldingen aannemen. Dus dat gaan we ook doen. Vergeef mij dus voor als ik foute dingen zeg. Want ik kan jou echt allemaal het verschil niet vertellen tussen DSI, AT, BSB is het geloof ik van de Kamar. Ja, ik kan wel zeggen tot het AT en de BSB DSI gewoon is, de dienst speciale interventie. Maar voor de rest ga ik ook daar verder niet op in, want ja, dat mogen jullie allemaal heel leuk uitwerken in de comments. Hey, vandaag hebben we een Glock 17 tot onze beschikking met een zaklampje. De collega's hebben die ook. Ik weet niet of ze deze ook hebben. Ze te zien niet. Dat is namelijk wel een iets dikker wapentje en die kunnen we ook gaan gebruiken. Wat ik daar wel even mee moet gaan doen is instellen tot ik single shot heb. Want dat hebben ze in het echt ook verplicht. Ik neem aan dat ik die nu heb. Wat hebben we nog? Een taser die hangt ook in mijn uniform zoals je ziet. En teargas voor de gein. En wapenstok, ja die hebben ze niet eens, wat stikt hier ontzettend hoog uit als een antenne. Ik weet niet of ze dan een wapenstok hebben. En we gaan op pad, de boys gaan met me mee. We gaan vandaag met z'n drieën, waarom niet met z'n vieren? Dat zou toch logischer zijn, ja klopt, maar ja hè. We pakken gewoon lekker met z'n drieën. Ik zag laatst een filmpje namelijk waar een BMW was in dit geval. Die kwam aangereden met Prio 1 en daar stapten vier mannen. Dus ik dacht altijd ze rijden solo. Maar deze hebben lekker met elkaar gecarpooled, kan natuurlijk ook wel eens. Normaal zitten ze natuurlijk op een top secret locatie in Nederland. Je hebt AT Zuid, je hebt AT Noord, AT Oost, AT West, AT Den Haag, weet ik het allemaal waar je ze allemaal op zitten. Wij rijden een beetje rond. We zitten ook al in de full gear. Soms zit je ook gewoon thuis, word je vanuit thuis opgeroepen. Maar ja, wij doen het hiermee vandaag. Gewoon lekker rondrijden. We gaan wat meldingen meeluisteren in de regio. Misschien komt er nog wat leuks. Oh, oh, daar komt het. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Nee, ga niet doen. Het kan wel eens een melding zijn waarvan je zegt van het is voor DSI. Hè? Er was een gewapende bestuurder nodig. Maar dat zijn geloof ik ook wat meer taken voor de BSB misschien. Of de Kamar. Iedereen uit hier rood. Eenheden die gewapende transporten van verdachten doen en zo. We've got backup required on Alhambra Drive. Ik gooi gewoon wat meldingen open en dan zien we wel of er iets is. An officer in need of assistance for a stolen police vehicle. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou, wel een beetje fout. De meldingen komen dan niet, dan druk ik nog een keer en dan komen er twee tegelijk. We have medical aid requested. Allemaal een melding voor ons. Alter Street. Misschien is het wel rustig in de regio. Gaan we vandaag niks meemaken? Dat kan natuurlijk ook. Any unit in the Vespucci area. We've got gunfire reported on Vespucci Boulevard. 1 Lincoln 18. Dit is uiteraard wel een melding voor ons. Er is er wordt geschoten op het strand.
Maar waar? Eén schot gehoord, daar komt hij, daar komt hij. Wap laten vallen! Vallen! Hij schiet op ons. Duidelijk vuur toegepast. We gaan hem naderen. Het was Trevor, geloof ik. Is dat Trevor? Nee, oh, ik dacht echt dat het Trevor was. Oké, okay. Goed. Nou, zo gaat dat dus. Police, stop whatever the hell you're doing. Eenmaal dodelijk slachtoffer. Zullen wij gewoon die vragen. Officieel moeten we een ambu en alles, hè. Maar hè. Daar hebben we vandaag geen tijd voor. Want we moeten door. Jeez. Citizens report a petty theft on Red Desert Avenue. I know what you mean. Ik heb ook nog een uniform setje, zeg maar, precies hetzelfde verder hoor, maar dan met een soort night vision op de helm. Heb ik dan niet aan, zeg maar voor de ogen, maar erbovenop gewoon, die ziet er ook wel dik uit. Ik vind zo'n helmen... 1201, dat is 1201 over. Oké, okay. Die wordt gezocht. Nou, dan gaan wij als deze iemand even klemmer uit. Ik vind bij deze hier een helm waar veel op zit, hè, night vision en dat soort shit, vind ik toch wel wat vetter. Weet je die Daisy achter je aan hebt, vriend? Dat loopt meestal niet goed af. Hoi. Ben je zeker waar je uitstappen? Hey, wat? Oh, zo. Je moet niet wegrennen voor de deze joh. Ik dacht echt dat hij een taser vuurlijnen trouwens. Ik dacht echt dat hij een taser in zijn handen had. Ja, hou maar aan hoor vriend. Dat is wel een dikke inboxing zo hè. Voor de screenshots hier staan zo. Hoppakee. En we gaan even een transportje vragen. Officieel moeten we dat zelf doen, maar ik weet niet hoe goed het gaat als wij met vier man in die auto gaan zitten. Dus wij gaan takenwagen voor die auto van hem vragen. En dan kunnen wij gewoon weer lekker doorgaan. Transporteenheid is ter plaatse. Melding weer aan. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Citizens report suspicious activity in Little Seoul. Units respond code 2. Dus even kijken hoor, want ik heb 1202 OC, we komen eraan. SWAT call-outs, die heb ik uitgezet. Of die heb ik er niet in staan. Niet meer in staan. We have a suspicious dus, person in Los Santos jammer. International Airport. Anders pleur ik die er wel even in en dan zie ik jullie zo meteen gewoon. Dan krijg ik misschien nog wat spannende meldingen die toch bedoeld zijn voor het SWAT. Want ja, officieel zijn we gewoon SWAT in het Amerikaans. Dus ik zie jullie zo meteen wel. Oh, dan moet ik wel alles opnieuw inspannen. Maar ja, dat heb ik voor jullie over. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. Hey, en dat is lang geleden. En waarom? Omdat ik, ik had opgenomen met 10 minuten of zo. Dat hebben jullie nu ook al gezien als het goed is. Stap even in, boys. En toen dacht ik, nou laat ik toch maar even wat leuke call-out packs installeren.
zodat we in ieder geval weer vooruit kunnen. Of in ieder geval wat meer DSI-meldingen gaan krijgen, hopelijk. Dat gedaan en mijn game crasht. En ja, als hij één keer crasht, dan denk ik oké, even opnieuw opstarten. En als hij twee keer crasht, dan heb ik alweer er genoeg ervan. Dat is misschien ook de reden dat ik steeds vaker of steeds minder upload. Omdat, ja, ik heb daar vaak al heel snel geen zin meer in als het even niet gaat zoals het is. En ligt dat aan mij? Ja, misschien wel. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik al jaren speel. En kijk nu wat hier links gebeurt ook weer. De map verdwijnt alweer, geloof ik. Of niet, weet ik al niet. En dan heb ik alweer zoiets van, ja, laat maar zitten joh. In ieder geval, we gaan het proberen vandaag. Ik heb, ja, ik crash, ik weet de reden van de crash wel, maar ja, toen kwam er weer van alles tussen, denk aan werk en zo. En toen, ja, weinig tijd en dan wil je ook nog even gamen met wat vrienden en dat, dat neem ik dan eigenlijk nooit op. Moet ik misschien ook weer eens doen. Dus als jullie zoiets hebben van Call of Duty opnemen, Modern Warfare, Warzone, let me know. Dan doe ik dat gewoon, geen probleem. Maar in ieder geval, het was de SWAT call-outs. Die stopte... Of daar had ik een bestandje niet erin gesleept. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet gedaan, want ik weet dat dat moet. Maar daar kwam ik net ineens achter. En toen dacht ik, oh, hey, dat is het, dus ik ga meteen weer opnemen. Dus we gaan in ieder geval verder waar we zijn gebleven. Ik heb net nog even... Hey, die redde rood trouwens. Ik heb net nog even, wij nu ook. De opname van, ja... Die wat jullie dus net 10 minuten al hebben gezien. Hebben we nog even bekeken. Dus ik weet ongeveer waar we zijn gebleven. We hebben een melding gehad van een active shooter op het strand. En daarna van een achtervolging die we toevallig voorbij kwamen. En daar hebben we ook... die hebben we mooi ingesloten als ik het zelf. En aangehouden. We've got a suspicious person. En nu even luisteren naar wat meldingen die hier spelen in de stad. En hopelijk kunnen we wel even meerijden met het een en ander. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Ja. Ik vind deze wel heel vet hoor. Ik, in het echt ook weer. Laatst zag ik ook weer een filmpje waar ze met Prio 1 kwamen aangereden met een BMW. Misschien heb ik dat net ook al gezegd. Of ja, net. Wat jullie net hebben gezien, maar voor mij al een tijdje terug opgenomen is. Kwamen aangereden met vier man, ze stapten uit en ze renden meteen naar de melding. We've got a suspicious alle person kleren on en zo wel aan. Dat is toch wel kicken. Dus ja, alleen niks van mij. Ik zal nooit bij de DSI. Ja, natuurlijk zou ik bij de DSI willen, maar ik ben die kan niet opgegaan qua studeren en werk en zo. Dus, maar ja, het is geloof ik heel zwaar om bij de DSI te kunnen. We've got a person with a firearm in Grande Sonora Desert. Oh, ja, daar gaan we wel heen. Want dan kunnen we lekker via de snelweg gaan. En daar rijdt deze heel vaak en ook heel hard. Dus daar heb ik wel zin in. Wat doe jij nou? Even kijken voordat we helemaal verkeerd gaan rijden. Ja, daar ging mijn stuur. Laatst reed ik ook wel naar Zeeland. En op de heenweg zie je dan van grote afstand al knipperende koplampen komen. En dan denk je al, is daar een verkeersruzie bezig of is er iets anders los? Maar er was iets anders los. Het was namelijk deze die dan weer met 6 voertuigen linkerbaan 180 km per uur voorbij knalt. Ja, dat is toch wel kicken. En vaak zie je ze ook een beetje uit elkaar, hè? Dan zie je ze met, dan komen er een Audi en een BMW en dan komt er 10 minuten later ineens weer een T5 of een T6 of wat er ook is. Dan weer een Sprinter, dan weer een Audi A6, noem maar op. En wat je, wat dus daar wel bij opvalt, ze komen niet van dezelfde locatie, lijkt mij. Je zult dus zien dat ze dan echt gewoon vanuit thuis of zo komen. Of bewust. Niet bij met elkaar met z'n allen rijden, dat kan natuurlijk ook, dat weet ik eigenlijk echt niet. Voor de mensen die het gemist hebben, het staat nog steeds in beeld door een persoon met een vuurwapen. Die gaan we eens even pakken. Misschien kun je vandaag wel zeggen dat ik het QRT ben, Quick Response Team.
Dus ik geloof ook een team wat 24/7 klaar staat en vaak gestationeerd ergens staat. Ik hoorde van iemand bij station Den Haag, maar voordat ik nu hele geheime info zei, weet ik eigenlijk niet of het geheime info was. Ik moet het dan dadelijk even navragen. Als dat niet zo is, dan kan ik het erin laten. En als het wel zo is, dan heb ik zojuist geheime informatie verteld. En dat is dus de reden dat ik net een stukje uit de video heb geknipt. Maar daar komen jullie vanzelf wel achter. Nou, wacht even nou. Hier gaan we off-road, daar ben ik niet zo fan van. Dus we gaan via hier rijden. Ja. En het ergste dat je dood kunnen zijn als je met één band in onverharde greppel komt. Deze auto rijdt echt heerlijk. Hij is geloof ik te krijgen op de Discord van ARS Modding. Of dat weet ik wel zeker. Blauw gaat eraf. We zijn er nu in principe zeer onopvallend, behalve dat je ons duidelijk ziet zitten. Oeh, ja, keurig. Ik weet niet wat de situatie is. Of die hier al zit te schieten of die al heeft geschoten. Daar staat hij. Politie! Laat je handen zien, laat de wapen vallen. Stop whatever the hell you're doing. Handen laten zien, wapen laten vallen. Ik ben aangehouden. Stop, police! Moet je praten met hem. Hey! Staan blijven, staan blijven! Zo. Nou, supertjes. Oh wacht, misschien toch maar even loser naderen. Nou, pres Griekse ei om met verdachte te praten. Nou, die gaat niet meer praten denk ik, want de kogeltje was recht door het koppie. Wapen geborgen. Nou, allemaal lange vragen. Ambulance, assistance required. Toch niet goed gedaan vandaag. Route 68. Do not panic. Eigenlijk is het heel raar, hè? Dat denk ik nu even aan. Dat ik natuurlijk praat tegen mijn computer, of in dit geval tegen de... die soldaat daar. Eigenlijk tegen de computer. Hij hoort mij natuurlijk niet, maar dat is een beetje part of de roleplay ding. En ik denk dat dat het wel leuker maakt. This is starting to get to me. Probeer iets, maar het lukt niet, oké. Weet je, ik krijg zo één keer in de twee maanden of zo. Zet de sirene uit. Oké, hij is dood dus. Dat is de conclusie trouwens. En hun rijden nog even over hem heen. Krijg ik zo'n comment van, hey, je praat tegen je computer. Wat kinderachtig of wat cringe hoe de meesten het zeggen. Ja, misschien eigenlijk wel. Klopt ook wel. Maar nogmaals, ik denk dat het leuke is van... deze roleplay. Dit is natuurlijk nog leuk, of ja, je kunt het wel roleplay noemen. En roleplay, wat veel mensen ook, wat zij daaronder verstaan is, ja, ik parkeer hem daar anders maar, is natuurlijk met andere mensen die dus wel communiceren tegen je. Maar goed, als ik nu gewoon niks doe en hem overhoop schiet, ja, dan kan ik net zo goed over mijn dag vertellen en niet over het game en in het spel een beetje opgaan. Dus ja. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, maar dat is niet altijd even makkelijk. We gaan deze melding afronden. Dan gaan wij door.
We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Van deze natuurlijk. Mijn collega blijft er voor altijd zitten, heb ik zo'n gevoel. Ja, daar komt hij. Dus ja, ik schreeuw, zal hem maar even zeggen. Misschien wel tegen die persoon staan blijven. En hij hoort mij niet. Maar nogmaals, part of the roleplay. En daar hou je van of daar hou je niet van. En ik denk zo dat de meeste mensen dat niet... Ja, zullen misschien wel gek vinden, maar niet storen of zo vinden. Want dat is het leukste resultaat van de video, denk ik. Anders had ik er wel veel meer comments over gekregen. Dus ja, dat heb ik ook weer gezegd. Nu gaan we door, kijken of we nog wat meldingen kunnen meepakken in dit gebied misschien. Attention all units, we've got a pop. Citizens report a kidnapping in Grande Sonora Desert. Er vindt een gijzeling plaats. Maar even blauw erop voordat die collega's denken, zo, is dat een asociale Audi. Die gaan we eens aan de kant zetten. Officieel zouden ze wel even moeten omdraaien misschien. Maar de gijzeling vindt geloof ik plaats bij de lijkschouwers. Misschien is het leven gekomen. Used to witness. Oh, die horen bij elkaar. Dat is natuurlijk net het voertuig. Of dacht dat dit de gijzeling was. Hallo. Ja, oké, maar dat is net die auto die wegreed. Ja, dat is die auto wat net echt wegreed. Dacht ik ook wel. Stap in, boys. Dankjewel trouwens. Jojo, dag. Hoi, hoi. Nou, we gaan niet links op, maar rechtdoor. Hier links op. Oeh, dat is wat enthousiast gestuurd, maar ik heb hem perfect onder controle. Ik rijd natuurlijk met sturen, dus dat is wel, wel even kicken tot ik die in de bochtje zo goed had, hè. Ja, ja, mag ook gezegd worden. Het stuur deed eigenlijk al het werk, maar dat vertel ik er natuurlijk niet bij. Oh, sorry auto. Ja, mijn fout. Ik had mijn blauw moeten aan. Dat zet ik nu aan. Zijn achtervolging alles onder controle verder, want wij zijn natuurlijk de Daisy. Zie ik daar echt iemand achterin zitten? Oh my god! Daar staat een auto, maar een of andere zombie achterin. Joh. Fucking creepy, ik schroom me kapot. Bro, je gaat echt niet winnen van een Audi, hè? Oh, toch wel! Oh, nee, toch niet! Oh, een hond! Oh, wat er nog is! Oh my god! Bro, mijn stuur gaat alle kanten op en dat horen jullie waarschijnlijk ook. Ik reed geloof ik een konijn aan. Sorry, konijn. Never forget, konijntje 2020. Maar deze Audi heeft moeite op dit terrein. En die lijkwagen blijkbaar niet. Ik geloof dat mijn headset wel heel goed die geluiden opvangt van dit stuur. Dus jullie horen waarschijnlijk hoe los die gaat en hoe hard ik zit te sturen. Ja, hoe kan ik hem nou kwijt zijn? Hij rijdt hier toch gewoon. Nou, even harder weg op. Yes. Wajo, zieke drift. Wel een beetje gefaald, maar de man is uit. Ik weet niet wat er achterin ligt, maar het is eng. Het is een tooie. Aan een kist. Wat is dit voor een wagen? Een Halloween wagen ofzo. We moeten wel rekening mee houden dat hij, als het goed is, iemand bij zich heeft. Hè? Dan wel achterin, dan wel voorin. Maar
in ieder geval een slachtoffer, een onschuldig persoon. Dus we kunnen wel gaan rammen en misschien ervoor zorgen dat hij crasht, maar dan... Oh, let op alsjeblieft. Dan heb je dadelijk een onschuldig slachtoffer. Oh, daar gaat die oude weer op twee wieltjes. Uitstappen, vuurlijnen, handen omhoog. Wie gaat een boeien eigenlijk? Ik, blijkbaar. Ik leg eens aan de vuurlijnen. Ik ben aangehouden, vriend. Ja, dat is echt een zombie. Ik ga je fouilleren. Dat gaat mijn collega trouwens doen. Oh, daar kom ik stolen auto aan. Hier komen. Nou, die pakken we dadelijk wel. Ja, wij gaan een transportje voor deze beste heer vragen. Assistance required on Mount Han Road. Nee, hier zit geloof ik echt niemand in hoor. Behalve hem hier, maar dat is een prank geloof ik, het is niet een echt slachtoffer. What's the hold up here? Hello. Takenwagen gevraagd. Zo. Dag collega. Wat een drugs bij en even naar die gast daar. Hoi, ja, luister, jij hebt het voertuig gestolen zitten zien, dus je bent aangehouden, je gaat meewerken, want anders heb je Daisy die jou helemaal de moeder in slaat. Dankjewel. Oké, ik ga even fouilleren, je bent niet aan het verplicht, je brengt een advocaat en je bent aangehouden voor voertuigdiefstal nogmaals en je gaat mee met mijn collega's zometeen. En jij had drugs. Iedereen heeft drugs altijd bij. Deze ga ik ook afstrepen, want het is vreselijk irritant. Oh, en een transport. Wat was dat? Met wie ben ik er nog te boven gestapt? Met hem. Ja, geen zin. Wat heb ik in mijn hand? Oeh. Zo. Waar is mijn Audi heen? Ah, daar staat hij. Drukt hier, drukt hier, drukt hier. Oh, mijn collega's rennen. Wie rent er achteraan? Rennen ze nou echt achter die... Oh my god, boys. Waarom gaan jullie... Ah, laat maar. Oké, ik ga wel mee. Want ze rennen achter die motor aan en ze zijn ook nog bij hem in de buurt aan het komen. Ah, hij is eraf gestapt. Met jou neef. Ja, nu ren je recht op mijn collega af. Tees hem, tees hem. Oeh. Sla hem de moeder. Ja, lekker neef. Allemaal dat agressie in het verkeer. Wat je pauw. Oh, ze eenmaal aanhouding van een boefje op een motor. We zijn vandaag... we hebben alles. Daisy, alles. Ja, ja, er zit een beetje een bug, zeg maar, in het mijn gezichtje. Komt een beetje door dat... hoe noem je dat? Dat masker. Maar allemaal een zaadje. Hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga ermee kappen voor deze... super. Voor deze video. Ik ga nog wat anders opnemen. Wat dat gaat zijn is ambulanceauto. Ja, een ambulanceauto. Want de IMS mod die is geüpdate. En die doet het dus weer. En dat is leuk. Dus die gaan we even gebruiken. En welke ambulance dat gaat zijn. Misschien is de Rotterdamse weer. Die had er wel lekker. Ik ga het even bekijken zo meteen en jullie zien vanzelf ook verschijnen. In ieder geval bedankt en tot de volgende keer. Doei!